Achter de boeg kan ook, volgens mij. Nee, voor de boeg en achter de rug. Oh. Ah, goeie. Je bent met mijn weekly report. Menje hier eerst nog een vrij, dus we zijn een heerlijke naar de kinderboerderij geweest naar mijn Siem. En dat wie echt machtig al die wilde beesten bezien en nog even in het luchtkussen omstuiteren met de liedse man. Dus dat wie geweldig. En de dag dat ze wist dat er zou komen, teaser moest ik weer aan het werk helaas. Nee, ik had hartstikke leuk werk, maar dat is wel even een omschakeling. Als dan eerst lekker met een gezin de hele tijd boeten zit te lunchen, wist in één keer met mijn collega's boeten aan het lunchen. Maar ik ga weer een druk weekje achter de boeg en ik wie fjord weer in mijn werkritme. En ik moest ook weer files rijden natuurlijk, dat vond ik best wel prachtig. Dus dat was een beste omschakeling, maar wie had weer overleefd. Het voetbalseizoen wie we hebben gang en mijn fantasy voetbalteam die had lekker won. Yeah! Beard Spike! Deze jongen ben we nog alleen lekker bij mijn squanouders west op Veenhoop en gaan we lekker nog boeten zitten te eten. Dus dat weer wel even een verlengstuk van mijn vakantie eigenlijk. En dat weer gewoon een machtig mooie zonsondergang daar. Prachtig. Vanmorgen gaan we nog even lekker bij het kanaal zitten te koffie drinken. Het kanaal is hier een skoftje erin wij, dus we gaan een lekkere ran. En koffie mij, lekker een bankje in de zinnen, wat doet je wat? Nou, dit was het weekly report van Sybrands Baard. Als er meer van dit soort filmpjes zijn, zoek vooral een like op Facebook. En ook eens subscribe op mijn YouTube kanaal. Ik ben Sybrand van Sybrands Baard en mijn motto is met snoeien maar groeien.